SRS. Power, Power FM. Geen importproduct, maar echte Surinaamse radio bij die 6.3 Power Station. Suma! Don't touch, boy, boy, boy. Alavast die mensen, het is vrijdag vandaag. Vandaag vrijdag 19 mei 2023, vrijdag. Het is tijd voor Surinamers overal met de complimenten van GoTo en Telezuur. Jij bent van de partij. Wij zijn van de partij. Jij bent ready. Ik zei het al, ik praat met een fit health en lifestyle coach. De man zijn naam is Rodney Lemmers. Let's call Mr. Rodney. Hoe gaat het met jou? Van View Saye City Saye Zeka. Check ons of course via www.radiosrs.nl. En ook Surinamers overal kun je volgen via YouTube. SRS Power, Power FM. Hallo, goedendag. Hallo, goedendag. Hey, goedendag Rodney. Je spreekt tot Glyf Witteman, de Radio SRS Suriname. Welkom erbij, mijn broeder. Goedemiddag, dankjewel. Ja man, hoe is het met je? Ja, het gaat hartstikke goed. Ik hoor je een beetje dubbel, maar... Ja, kijk, ik weet niet waar het al ligt, weet je. Ik hoor jou prima, you know. Oké, goed zo. Dan gaat het goed. Ja, ik hoor je helemaal goed. Maar ben je dus met handsfree aan het bellen of zo? Of speaker? Nee, toch? Nee, ik ben via mobiel. Ik ben via mobiel, maar ik hoor een beetje een, hoe moet ik het zeggen? Ja. Oké. I don't know how that is eigenlijk. Ik weet niet hoe dat komt. In elk geval, wij horen je goed. De mensen thuis vooral, daar gaat het om, die horen je ook goed. Dus de alafasie, hoor je mij toch? Ben ik verstaanbaar? Ja, dat is het juist. Dus ik doe heel goed mijn best om te horen of ik jullie hoor. Oké, ja, ik weet niet, een beetje volume erop of zo, of something. Nee, kom goed. Ik ga mijn oren spitsen, dus no span. Abo, want ik wil onze Surinaamse verbinding niet de schuld geven hiervan. You know. Kom goed. Ja, in elk geval, welkom Isabi toch in onze uitzending, mensen, Surinamers overal. Ben je bekend met ons programma? Heb je ooit gevolgd, gehoord of... Ja, ik ben vorig jaar al uitgenodigd, dus ik ben bekend. Oké, dus dit is niet je eerste keer? Nee, tweede keer. Oh, op die manier. Maar de eerste keer was je dus live in de studio of zo? Nee. Gewoon op dezelfde manier. Gebeld vanuit Suriname en Nederland. Oké. Nou, nice. Nou, dat geeft dus aan dat ik niet met jou heb gesproken. Maar de Alafasi wordt dit onze eerste gesprek. No problem, my brother. Ja. It is all good. En wat vond je van je eerste gesprek? Hoe gingen de zaken daarna? Ik vond het een heel leuk gesprek en het is ook leuk ontvangen bij kennissen van mij. Dus toen ik gevraagd werd van oké, tweede keer, zeg ik ja tuurlijk, waarom niet, let's go. Oké, en kun je nog een beetje herinneren waarover je gesproken hebt in het eerste gesprek? Wat is je bijgebleven? Ja, zeker. Nou, het was een algemeen gesprek. Eerst een stukje kennismaking, wat ik doe. Als het goed is was Suriname toen destijds ook nog bezig met... kwalificatie, volgens mij van WK, dus daar hebben we het over gehad. Waar ik op school heb gezeten, je weet toch, die tories van vroeger. Wie zijn mijn ouders en al dat soort dingen. Oké, wel, ik weet niet wie je ouders zijn, Isabito. Het is een tijdje geleden, you know, dus let's refresh myself en natuurlijk de luisteraars. Wie is je moeder en wie is je vader, Bibreda? Mijn vader is Iwan Lemmers, voormalig trainer van Forwards. Dus heel veel mensen kennen hem ook als het gaat over voetbal. Okay. Mijn moeder is Caroline Lemmers. En okay. Ik heb een zusje. Aha.
4 jaar jonger dan ik. Ik ben 49 inmiddels. Oh. En we wonen inmiddels allemaal in Nederland. Dus dat is die toren een beetje. Alright, nou dat is mooi om te horen. Want ja, kijk, we gaan even gewoon een beetje een andere drive voor dat ding brengen. Maar de naam Lemmers. Ik vraag me vaker eens af van, praten mensen, ouders met hun kinderen of familieleden met familie, of vooral ouders met hun kinderen over de naam die ze dragen? Kijk, Lemmers, het is denk ik een Nederlandse naam. Hebben je ouders ooit met jullie gezeten of is het ooit ter sprake gekomen waar die naam vandaan komt en hoe het komt dat jullie Lemmers heten? Daar vraag je me wat. We hebben het zeker over gehad, sterker nog. We zijn bezig met niet wij, maar anderen in de familie zijn bezig met stamboom onderzoeken. Okay. Dus de naam Lemmers is waarschijnlijk een Franse naam van Lemmer. Oh, Lemmer. Je weet dat we vroeger kolonie zijn geweest. Dus ja, die naam is een verbastering van allerlei, hoe moet ik het zeggen, koloniale invloeden. Aha. Oké. Maar hij stamt dus af van dus Frans, Le Mans. Ja, is zoiets. Okay. Dus van alle kanten. Oké, en wat kun je nog een beetje meer vertellen over deze naam in de familie? Want jullie zijn bezig met een stamboom, dus er is wat onderzoek gedaan, toch? Ik ga heel eerlijk zeggen, ik krijg van alle kanten stamboom onderzoeken. Maar ik ben iemand, ik kijk naar vooruit en niet naar achteruit. Dus wat dat betreft met de stamboom, het is allemaal leuk, maar eigenlijk ben ik iemand die vooruit kijkt. Oké, maar denk je niet dat het belangrijk is dat je weet waar je vandaan komt? De toekomst is heel belangrijk, maar ik denk zonder wortels gaat de boom niet groeien, toch? Ja, nee, dat is ook zo. Maar kijk, uiteindelijk gaan die wortels zo diep en het gaat erom dat die bladeren groeien. Hè? Dus dat de zonlicht komt, dat er water komt. En wat ik weet is dat de familie ook op een slavenplantage heeft gezeten. Waar precies weet ik niet. Uh-huh. Maar uiteindelijk, je weet toch, iedereen is oom en vader en neef en tante in Suriname. Uh-huh. Waar het precies vandaan komt, brother? Oké. Nee, is helemaal niet erg, mijn brother. Het mooie is... Natuurlijk, wat bijzonder is en speciaal is dat, ook al ben jij het niet aan het doen, maar familieleden denk ik, of nu maar op, die zijn er wel even mee bezig. Dus het zal zijn voordeel hebben voor everybody uiteindelijk. En net zo goed, je snapt ook, want ik heet persoonlijk, Witte Man. Witte Man. Brada, a enige sansa wit man. Witte Man. Witte Man, hoe dat dan komt. I tell you, hoe dat dan komt. Werkelijk, is dat niet. En als ik je zeg, man, mijn grootvader is een Okaner, dus niet eens een stadskriool, maar een Okaner, een Bosland Kriool, Isabito, okay. En een Mandra. Nou man, met Isabito, dus aan revi, even goluku aning, gelukkig weten we dat het allemaal afkomt van de plantagehouders en de voormalige slavenhouders. Maar in elk geval is all good, we zijn hier vandaag. En van Le Mans, met al die Franse invloeden, is het Lemmers geworden. Wanneer vertrok jij naar Nederland? Welke leeftijd ben je naar Nederland gegaan? Ik ben in 1990 naar Nederland gekomen. 90, dan was ik daar eerder, dan was ik daar voor jou. Ik heb een die periode. Oké, mooi. In elk geval, ik zie dat je dus fit, health en lifestyle coach bent. Klopt. Oké. En hoe ben je daarin gerold? Is dat een bewuste keuze geweest vanaf dag 1? Of hield je van sporten? Nee. What happened? Ik denk dat het ook een invloed heeft vanuit mijn ouders, hoor. Omdat ik zeg, mijn vader die is al sowieso in Suriname bezig met voetbal. Een van de mensen die toch bekend is. Mm-hmm. Bij voorwaarts, ik was jong met sport en aanraking, dus het is een beetje in het bloed. Mm-hmm. En daarnaast heeft het me altijd geboeid. Het menselijk lichaam, gezondheid. En het grappige is, ik ben... ik was installatietechnisch adviseur-ontwerper en daarnaast ben ik altijd met sporten bezig geweest. En er is een periode gekomen in mijn leven dat ik dacht van ja, wil ik mijn hoofd blijven, om zo te zeggen, vermoeien met allerlei installatietechnische problemen. Hi. Terwijl ik mensen op weg kan helpen naar verbeterde gezondheid en waardoor ik eigenlijk heel veel meer voldoening krijg in wat ik doe. Uh-huh. Dus zo is die transformatie gekomen eigenlijk 7 jaar geleden.
Oh, 7 jaar geleden is dat eigenlijk begonnen dat je dit doet. Oké, maar daarvoor deed je wat? Deed je daarvoor, hoe noem je dat? Ik was installatietechnisch ontwerper, adviseur. En dat betekent eigenlijk dat je dus voor woningbouw, utiliteit, de installatie ontwerpt, bedenkt. Als je denkt over elektra, water, sanitair, afvoer, okay, ventilatie, airco, noem maar op. En hoe lang had je dat gedaan? Ik heb dat ongeveer 20 jaar gedaan. Wauw, 20 jaar. Je bent de meester in dat ding, jongen, bro. Nou, ja, daar ben je wel een meester, Isabi. Als ik hoor wat je... Ik ken het gedoe in Nederland zo'n beetje met woningbouw en noem maar op, Isabi. Dus voor de glazen en de ramen heb je iemand anders. Voor het elektrisch gedeelte komt iemand anders. Voor water komt iemand anders. Dus zuiver. Iedereen is gespecialiseerd op zijn vak, Isabi. Dus als je 20 jaar dit gedaan hebt voor de woningbouw... Nou, kom op, man, heb je wel toch wel een bagage met wat betreft ervaring en expertise. You know, dus dat is wel mooi. Maar op een gegeven moment wilde je niet meer je hoofd gaan breken. Heb je gedacht van, hey, let's just work with the body. Juist, juist. Ja, nou kijk, het vak vind ik heel mooi. De techniek vind ik mooi. Maar je weet, op een gegeven moment, er kwam crisis. Je hebt in de bouw te maken met architecten, aannemers, installateurs, opdrachtgevers. Ja. En heel veel partijen. En als mensen elkaar niet kunnen vinden en het levert meer hoofdpijn dan plezier. Ja. Dan ben ik iemand, ik ga zoeken naar iets waar ik blij van word. Ja, toch. Wat is je sterrenbeeld, als ik dat maar vraag? Ik denk dat het veel toedoet. Wat is je sterrenbeeld, bro? Ik ben Steenbok. Hoor je naar Steenbok op begon? Ai. Jij ook? Nee, ik ben Weeschaal. Is dat... Okay. Je wikt en je weeft. Ja, in de meeste gevallen wel, is dat niet toch? We zijn in balans. Ja. Kom je goud aan besluit of je brok je de hele tijd? Eerlijk gezegd, het gaat niet zo snel, die besluiten. Keuzes maken, ik weet wat ik doe, wanneer ik het moet doen, maar als je keuzes voor me gaat leggen, Isabel, hey, vaker, moet je dit of moet je dat? Oh shit, ja, nou, come on man, for real moet ik echt kiezen, Isabel. Dat is voor mij meestal wel een beetje something dat me bezighoudt, Isabel. Dat wel. Hey. Maar voor de rest, we all good, you know. Nee, maar mooi om dat te horen, weet je. Ik hoor woningbouw. Als jij voor de woningbouw werkt, of toen je voor de woningbouw hebt gewerkt, was jij toen ambtenaar? Kan ik het zo stellen? Of hoe noemen we dat daar in Nederland? Nee, ik ben geen ambtenaar. Ik was gewoon in dienst bij een bedrijf. Oh, bij een bedrijf. Oké. Nice, man. In ieder geval, sinds we gesproken hebben, of sinds je geparticipeerd hebt aan dit programma voor de eerste keer, ben je daarna nog naar Suriname geweest? Ik ben voor het laatst in 2019 naar Suriname geweest, dus dat is niet voor of niet na dat programma meer. Nee. Maar ik ben wel voornemens hoor, want okay, sowieso altijd leuk om land alright. Te zien. Mm-hmm. Ja, oké, okay, maar... Je woont daar, je bent al een tijdje daar, je doet je Sani Isabi, je hebt het een beetje voor elkaar. Suriname, als je denkt aan Suriname, wat komt er in je op? Los van het lekker eten, het mooi weer, die mooie mensen, Isabi, wat komt er in je op misschien qua zakelijk of misschien iets anders? Ja, als ik aan Suriname denk ik altijd in kansen en mogelijkheden, hè? Omdat het land heeft zoveel te bieden. Mm-hmm. En ik denk dat we moeten kijken in hoeverre we dat ook naar boven kunnen halen. Hè. Kijk, als ik het nieuws hoor en de berichten, ja, dan doet het soms wel pijn. Ja. Hè, als je ziet wat er gebeurt. En ik denk toch dat we op een of andere manier, zeker als Surinamers zijn, om te kijken hoe we de mogelijkheden die het land ons biedt, op een positieve manier kunnen gaan. Ja, vooral dat. Ik ben het volkomen met je eens, want dat is wel de bedoeling, you know. Maar in elk geval, je zegt het zelf, je ziet kansen als je aan Suriname denkt. Wat voor kansen zie je, zeg maar, zowel? Laten we kijken naar onze natuur. Hè? Als we kijken naar het toerisme. Als we kijken naar waar allerlei andere landen op een manier het voor elkaar krijgen dat ze mensen krijgen om safari tours te gaan doen of in het oerwoud. Ik zie hele mooie lodges die die gemaakt worden of gebouwd worden. Dus ik denk dat we zeker dat soort dingen kunnen gaan doen.
Oké. Nee, kijk, dat is absoluut waar. We hebben prachtige natuur. Wij hebben ecotourisme, Isabi, toch? En als je naar het strand wil... Snap je, juist, dat. Ja, als je naar het strand wil, is hij niet blauw, maar wel heel erg aangenaam. Dat is Galibi, dus apps op zich kan er wat gebeuren wat dat betreft. Ik vind het ook een beetje jammer dat het op dit moment een beetje een hold heeft. Maar er zijn genoeg ondernemers, hoor, die bijvoorbeeld hun best doen... Om zo ook gebruik te maken van de natuur. Vooral de tours naar het binnenland, Isabi, toch? Met betrekking tot onze jungle, onze flora, onze fauna. Je hebt er een paar. Ik dacht, dit is Huub Travel and Tours. Dat is een ex-collega van mij waarmee ik gewerkt heb bij SCCM. En ik zag dat hij maar laatst zo een touringsbedrijf heeft geopend. En something happening. En it looks good. Maar eigenlijk, het probleem... Ja, maar als je zegt bijvoorbeeld... Er zijn mogelijkheden op het gebied van misschien wel toerisme. We hebben heel veel natuur en mooie plekken in Suriname. Denk je dan ook aan de Surinamer die daar gebruik van kan maken, dat kan gaan ontdekken en van kan genieten? Of is het zeg voor de toerist? Nee, tuurlijk. Sowieso moet je als inwoner ook... gebruik kunnen gaan maken van de faciliteiten. He, dus je moet op vakantie kunnen gaan in je eigen land. He, maar je moet ook kijken naar wat is financieel haalbaar. Mm-hmm. En dus als we kijken naar het land op weg helpen financieel, dan moet je toch kijken naar hoe krijg je de buitenlandse mensen daar? Maak het aantrekkelijk. Ja. En laat de lokale bevolking ervan profiteren door bijvoorbeeld werkgelegenheid te creëren in die sector. Ja, vooral dat, hè. Ja, ik snap het helemaal. Ik vind het fijn dat jij het zegt, Isabi, toch? Dat jij het zelf zegt en dat het jou ook natuurlijk is opgevallen. Dat het kan, het moet gebeuren, you know. En alafazie. In elk geval, je bent dus health en lifestyle coach. Los van dat je bijvoorbeeld andere mogelijkheden ziet qua business opportunities met betrekking tot Suriname. Ben je fit health en lifestyle coach? Vertel me een beetje wat dat inhoudt, man. Wat houdt je werk precies in? Want ik zie coach, dan begrijp ik het. Lifestyle, nou, dat is wat ik doe. Ik ben geen omroeper of DJ. Als bij me vraagt, zeg ik dat wel. I'm a DJ, radio DJ. Maar uiteindelijk is wat ik doe mijn lifestyle. Ik eet, drink, slaap. This is who I am, you know. Dus het is lifestyle, you see me? Dus als je zegt lifestyle, dan begrijp ik het. Maar vertel me een beetje wat het echt zo'n beetje inhoudt, wat je doet. Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat je mensen op weg helpt om in hun leven een gezonde balans te laten vinden tussen werk, privé en vrije tijd. Ja, want wat we zien is dat heel veel mensen hun tijd steken in het werk, omdat ze moeten overleven en rekeningen moeten betaald worden. Daarin verliezen ze zichzelf. In gezonde voeding, hun fysiek goed te houden, fit, vitaal, ook mentaal. Ja. En sterker nog, ze vergeten te genieten, dus ze vergeten de me-time, de vrije tijd voor zichzelf. Dus als je kijkt naar lifestyle coach, ga je zoeken naar een balans in die elementen. Maar daarnaast help je ook mensen die lichamelijk ongemakken klachten hebben, af willen vallen. Om gewoon weer een gezond lichaam te krijgen. Aha, oké. Well, it sounds very interesting, you know I'm talking about. Maar ik bedoel, als ik dit zo hoor, klinkt het bijna net een probleem dat je aan het oplossen bent. Mensen hebben werken om de rekeningen te betalen, noem maar op. Men is altijd druk en men heeft bijna geen tijd voor zichzelf. Mag ik dat stellen? Klopt, helemaal. Okay. Helemaal. En juist door het feit dat mensen alleen maar aan het werken zijn, financieel is daar vaak ook de oorzaak van. Hè? Niet alleen in landen waar het minder is, maar ook gewoon in de rijke landen. Ja. Mensen vergeten zichzelf, alles gaat om geld, hoofd boven water houden, prijzen gaan omhoog, rekeningen moeten betaald worden. Dus, de financiële stress maakt eigenlijk dat mensen gewoon zichzelf vergeten dat zou niet mogen. Aha, alright. Dus eigenlijk ben jij daar als persoon om een beetje die mensen een balans te laten vinden in dat wat ze doen. In alles wat ze doen, dat uiteindelijk toch wel een beetje die ontspanning kunnen vinden. Alright. Nou, maar is er daar wel een markt voor? Want ik bedoel, ik ken Holland, dat is het gewoon wakker worden en de tijd is zo belangrijk.
Dat je, als je geen klok aan hebt of geen horloge bij je hebt, dan gaan zaken niet zo goed lopen. Is het echt zo? Is er een grote markt daarvoor? Uit hoeveel mensen bestaat jouw klantenkring? Absoluut. Ik spreek heel veel mensen die juist omdat ze zichzelf niet goed verzorgen, juist alles bij de tijd. Dus ze letten op de klok, maar ze vergeten de tijd om te eten. Ze vergeten de tijd om op de juiste dingen op de juiste momenten te eten. Waardoor eigenlijk, je ziet dat heel veel mensen overgewicht hebben. Of heel veel mensen niet hebben om te kunnen doen wat ze moeten doen. Yeah. Mensen die alles dingen. Het heeft allemaal te maken met een stukje een goede balans tussen werk, privé en een stukje financiën. Ja. Oké. Nou, nice man. Het is in elk geval zeer interessant dat jij dus met de mensen werkt. Maar was het voor jou die omschakeling niet een grote stap? Want jij werkt als het ware zo'n beetje, kon je ding zelfstandig doen. Een beetje alleen bezig zijn met je vorige baan. En plotseling heb je een baan waarvan je dus met mensen moet gaan werken. Eenmaal 24 uur en ben alles wat je heeft te maken. Ja, maar eigenlijk is het andersom. Serieus? Ik werkte niet alleen. Ik werkte dus in een bedrijf. Ik werkte voor een baas. Dus ik was met heel veel andere mensen bezig. Alleen, het gaf mij geen voldoening meer. En het feit dat je dus mensen juist individueel, dan wel in groep, op weg kan helpen naar een verbeterde gezondheid. Mm-hmm. Ja, dat geeft veel meer voldoening. Oké, dus jij hebt eigenlijk letterlijk aan de lijve ondervonden hoe het is om, zeg maar, om dat aan de andere kant te zitten. Ja, gewoon letterlijk mee te maken hoe het is om gewoon keihard te bikkelen, isabi toch te nokken en dan nog geen tijd te hebben voor jezelf. En uiteindelijk vraag je af, waar doe ik het voor? Want dat is wel een goede uitgangspunt voor jou om, zeg maar, met deze. Is het je eigen business of is het werk je nog steeds onder? Nee. Dit is, is mijn eigen business. Oké. Dus ik bepaal alles. Inderdaad, letterlijk. Met wie ik werk, wanneer ik werk, hoe ik werk. Dus dat stukje tijd, mm-hmm, wat de mensen vaak horen bij de discussie, heb ik invreemd. Oké. Nou, mooi. En ben je vooruit gegaan? Als je bijvoorbeeld gaat vergelijken met je vorige baan en dit wat je nu doet, dan heb ik het sec over finance, weet je. Ja, absoluut. Pardon? Ik denk dat ik voor mijn baas aan het werk was en ja, wat ik daarvoor kan doen. En dat geld is niet het ding, maar de tijd. Ja, helaas moet ik eerlijk zeggen, ik heb dat niet zo goed meegekregen, man. We hebben een beetje een knik in de kabel, isabi toch. Ik denk, was matrappa kabel. Waardoor ik helemaal niet heb kunnen horen, of tenminste wij niet hebben kunnen horen wat je zei. You know, misschien kun je dat even voor ons herhalen, alsjeblieft. Ja, tuurlijk. Nee, wat ik zeg is dat geld is niet zozeer het ding. Ik ben vooruit gegaan, hè, als ik die twee banen mag vergelijken. Ja. Maar waar het voornamelijk de grootste winst in zit, is één, de tijd die ik hierin steek ten opzichte van wat ik voor mijn vorige baas deed, is dat ik niet veel meer voor terugkrijg. En met name dat ik dus ook echt kan besluiten wanneer ik wat doe, met wie, als het mij uitkomt. En dat ik niet zozeer om 8 uur moet opstaan, aanwezig moet zijn en voor een baas bezig moet zijn. Dus financieel ben ik vooruit gegaan, maar vooral ook de tijd die ik vrij heb gekregen voor mezelf, dat is heel veel meer waard. Ja man, nee, dan begrijp ik het helemaal, bro. Sounds very good, and I'm talking about. Nou, je bent in 2019 richting Suriname gekomen. Was vakantie, isabi, je was al bezig met je business natuurlijk. Heb je een beetje een gat in de markt gezien hier omtrent daar waar je mee bezig bent? In Suriname bedoel je? Yes, in Suriname. Ja, zeker. Ik denk dat heel veel mensen heel veel met werk zich daarin kwijtraken. En juist Suriname biedt heel veel mogelijkheden om
daar een verbetering te krijgen. Aha, alright. Nou, leuk man. En denk je dat het mogelijk is om, zeg maar, net zoals jij je ding daar doet, zo'n bedrijf hier op te zetten? We hebben hier natuurlijk genoeg sportscholen, we hebben hier genoeg gyms, je hebt genoeg mensen die sporten en echt hun ding doen, maar is Suriname wel, denk je dat het zou lopen als je dit in Suriname zou doen wat je daar doet in Nederland? Fit, health en lifestyle zeker. Coach? Absoluut. Ja, absoluut. Ik denk dat heel veel mensen wel eens op weg kunnen geholpen worden om een goede balans te vinden tussen werk, vrije tijd en één familie. Niet onbelangrijk, die moeten ook hun tijd krijgen. Isabi. Maar het is heel belangrijk om echt eigen tijd te hebben. Hè, om goed voor jezelf te kunnen zorgen. Want als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook voor anderen niet goed zorgen. Kun je ook je werk niet goed doen. En ja, dan kom je in een soort vicieuze cirkel terecht. Mm-hmm. En daar worden heel veel mensen niet blij van. Ja, dat klopt helemaal, man. Ik ben met je eens. Nou, sounds good, man. I'm loving it. Nice, Isabi, toch? En je bent tenminste bezig. Ja, man. Je bent niet alleen bezig daar als Surinamer in Nederland met dat wat je dat doet, maar ik heb zo het gevoel dat je ook van tijd tot tijd lang een beetje gewoon een beetje langskomt, dat je daar ook een beetje mee bezig bent. Zie je zelf ooit re-emigreren richting Suriname? Ik heb erover nagedacht, maar ik denk dat op de korte termijn nog niet. Nee. Dus wellicht als ik zeg alle schaapjes op bedrogen zijn, dat ik dan weer terugkom om daar dan mijn steentje bij te dragen. Maar vooralsnog denk ik niet, want mijn kinderen zijn hier, die zijn nog schoolgaand. Dus vooralsnog ben ik nog even in de Nederlanden. Oké. Het is te begrijpen, mijn brother Isabi, there is nothing wrong with that. I'm talking Rodney Isimi. Maar ook wat een beetje speelt. Kijk, Suriname is een prachtig land. Mooi country. En we hebben gelukkig jullie Absoluut. In het buitenland die, zeg maar, doet wat je doet. Is het wel eens zo? Heb je ooit een keertje over gedacht hoe het zou zijn als jij bijvoorbeeld nooit naar Nederland zou zijn geweest om daar te wonen? Heb je er ooit bij stilgestaan hoe je leven misschien zou zijn en wat je vandaag de dag zou zijn, wat je beroep zou zijn en hoe ver je zou zijn? Hele moeilijke vraag. Omdat toen ik naar Nederland kwam, was ik 15. Mm-hmm. Ik zat op de Mulo, dus ja. Toen ik op de Mulo zat, had ik nog geen idee wat ik wilde gaan worden. Dus ja, het is moeilijk dan terug te kijken richting de toekomst. Maar als ik mijn hart volg, dan denk ik dat het iets zou zijn geweest in de sport. In de sport, hè. Is dat overwege het feit dat je vader al daarmee bezig was? Ik denk het wel, ja. Oké. I'm loving it, man. Sounds like that very, 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 very famous thing we know about. Nou, mijn brada Luku, moet ik je eerlijk, we zijn trots. Ik bedoel, je doet wat je doet en dat geeft aan dat je in één lifetime meerdere zaken uiteindelijk kunt doen. Je kunt in één lifetime meerdere doelen bereiken. Je kunt in één lifetime Absoluut. Zoveel mensen helpen en zoveel mensen uiteindelijk een beetje op weg helpen. You know? En dat is waar je mee bezig bent. Je hebt er 20 jaar lang gewerkt voor een ander bedrijf. Ik denk niet dat je ooit had gedacht van, I'm gonna stop doing this. Maar op een gegeven moment dan gaat het. En dan krijg je andere ambities, komt een ander idee, een ander gevoel, Isabi. En dan maak je die overgang. En voor sommige mensen is het heel vaak juist dat wat hun weghoudt van hun uiteindelijke geluk. Want soms doen ze iets Yes. Omdat ze het moeten doen. Misschien voor geld of misschien een beetje voor het gemak. Maar er is iets anders dat ze moeten doen om gelukkig te zijn en ook daar geld mee te verdienen. En uiteindelijk, als je niet uitkijkt, daar ook flink van kunnen profiteren, Isabi. Dus bij deze met jouw verhaal een beetje, dan komt het erop neer dat we de mensen toch wel een beetje proberen te inspireren om te weten van, soms moet je kansen nemen en soms moet je dingen anders doen of soms moet je totaal iets anders gaan doen. Uit je comfortzone stappen, Isabi, toch die wereld in. En gewoon blijven. Dat zeg je helemaal goed. Ja, toch, brother. En blijven pushen, denk ik. You know? Want jij bent daar het levend voorbeeld van. 20 jaren lang. Sommigen zouden denken, ja, maar mijn pensioen, dit en dat, bla bla. Krijg ik een pensioen gehad. You know? Dus bij jou is het gewoon van, I'm gonna do this, Isabi. En je bent er al een hele tijd mee bezig. En het is een succes. Je bent nog lang niet klaar. En dat maakt het hartstikke mooi, you know. En bij deze wil ik je daarvoor bedanken. Voor het feit dat jij een levend voorbeeld bent van
blijf niet steken, blijf niet haken. Jouw geluk, jouw vrije tijd. Klopt. Mensen durven niet een stap te zetten vanuit angst. Ja. Hè, en wat je zegt, die veiligheid. Mm-hmm. Maar juist daar moet je je kansen pakken. Luister naar je hart. Mm-hmm. Volg je hart. Durf de stap te zetten. En ook, weet je, je zult tegenslag hebben. Ja. Maar als je iets echt wilt, dan is die tegenslag niets meer dan een wijze les die je brengt naar waar je wilt zijn. Ja man, I'm loving it very much bro. Dus vandaar dat ik zeg van hey, we zijn trots op jou, you know. Ik denk dat je vader, je ouders sowieso heel trots zullen zijn, Isabi. En bij deze heb ik zoiets van, blijf ons uitdragen op de manier zoals je dat doet bro. Zeer positief. Sowieso. Je bent een strenge man, Isabi. Ook al worden we lichter door de winter en de kleren die we dragen. Maar in de ogen van de man blijven we gewoon blakka, Isabi. En dat is belangrijk om dus daarbij stil te staan en daar meer energie aan te geven, bro. Maar in elk geval, ik heb persoonlijk een tip nodig. Ik ben niet echt iemand die naar de sportschool gaat, omdat ik niet... Ik ben ook niet groot gebouwd of dat soort dingen, Isabi. I'm very athletic, Isabi. Maar in elk geval, wat voor tip heb je voor ons over het algemeen... Als ze bijvoorbeeld niet naar de gym gaan, omdat we nog niet in de gelegenheid zijn. Of misschien niet eens sporten, maar wel willen starten met een beetje van een soort van een healthy life. Wat voor tip heb je voor ons? Hoe kunnen we daaraan beginnen? Heel wat simpele. Mm-hmm. Beweeg. Beweeg. Wandel. Mm-hmm. Zorg dat je beweegt. Want als je niet beweegt en je zit en je eet, mm-hmm. dan betekent eigenlijk dat je je lichaam voedt, soms overvoedt. Waardoor je dus overgewicht kan creëren. Ja. Neem de tijd om te eten. Wees bewust van wat je eet. Geniet van je eten. Mm-hmm. Maar niet te veel alleen maar die lekkernijen. Oké. Maar vooral beweeg. Okay. Beweeg. Heel veel mensen die bewegen niet. Oké. Very important bewegen. Ja, jij bent de tweede die dat zegt aan mij. Dacht ik. Ik had ook al iemand anders gehad die ook met sporten bezig was. Isabi, dus zie je dat ook aangehaald. Wat moeten wij absoluut... Ja, kijk, niet iedereen kan naar de sportschool, maar iedereen kan even naar buiten. Iedereen kan gaan wandelen. Iedereen kan een kwartiertje wandelen, 20 minuutjes of wat dan ook. Als je dat elke dag doet, gewoon even ook je hoofd leegmaken, weet je. Ja, oké. Wat moeten we absoluut niet eten? Ja, kijk, wat moet je absoluut niet eten? Wat ik vaak tegen mensen zeg, als je in een winkel gaat... Heel veel producten zijn processed food. Dat betekent het is bewerkt, het is in een blik gezet, in een pot. E-nummers, allerlei zaken, suikers om het lekker te maken. Mm-hmm. Ga vooral eten wat echte grognan is. Aha. Alles wat niet aan, wat door de natuur niet geleverd is, dus in een pot of blik of wat dan ook. Ja. Zo min mogelijk. Maar ga naar puur. Gewoon lekker naar puur. Alright. Puur natuur. Puur natuur. En als ik het goed heb, ik ben iemand, ik eet heel weinig suiker. Bijna helemaal niet. Mm. Isabi toch, ik vermijd zoet op een of andere manier en ik hou van water. Isabi. Maar dat is ook pas de afgelopen 3, 4, 5 jaar is dat zo. Want daarvoor, Isabi, dan gaan we een beetje snoepen, een beetje dit, een beetje datje. Maar is all good, man. Maar wat moeten we wel, wat zouden we absoluut wel tot ons moeten nemen, moeten eten? Misschien is het één ding dat eigenlijk zoveel energie of whatever bevat, wat dat we wel zouden kunnen nuttigen. Heb je een idee voor ons? Eén ding, hoi. Ja, one no more. Wang! Enkel! Hé, mijn vakker, mm-hmm. voordat je antwoord geeft op die vraag. Je takt ze dan naar het Ja, kijk, je noemt het eigenlijk al, hè. Water is onwijs essentieel. Ja. Het zuivert, het voedt. Mm-hmm. Maar als je het hebt over eten, mm-hmm. dan zeg ik gewoon, zorg gewoon dat je... onze natuurlijke fruit uit Suriname gewoon gaat eten. Oké. Eet onze fruit en groenten. Alright. Mami Barada, Vaga, je taxerana tongo eten. Sorry, we taxerana tongo, tuurlijk. Oh, mi den, kan je aardappel bevoeren in antum si voor aardappel is dat? Nee. Nee, voilà. We spannen naar dat. 100% sanana tongo. Dus nog span. Hey bro, ik wou gewoon even checken, weet je, voordat we eruit wippen in deze. Mami Barada, het was een aangenaam gesprek. Heb je het gevoel gekregen dat je vandaag totaal andere dingen hebt verteld als het gesprek wat je eerder hebt gehad met ons?
Ja, zeker, zeker. Andere insteek, dus sowieso leuk. Hè? En ik vind het fijn dat jullie me weer benaderd hebben. Mm-hmm. Altijd leuk om te praten met mensen vanuit Suriname. Ah. Hè? En om op een manier een positieve bijdrage, inspiratie te leveren. Ja, man. Vanuit deze kant. Mm-hmm. En wat ik zeg, ik weet dat het land het moeilijk heeft, maar één ding wat ik mensen zeg, is een uitspraak die ik ook bij mijn mensen die ik ondersteun met sporten meegeef. Ja. Is NOAD, mm-hmm. nooit opgeven, altijd doorgaan of doorzetten. Ook al is het moeilijk, geef niet op. Aha, I love the way you think, you know I'm talking about, and that's what it is, man. Broer, je hebt nog even de gelegenheid om familie, vrienden, kennissen, misschien ja, de groeten te doen, Isabi toch. Zijn er mensen? The mic is yours. Tjarewaka. Ja, nou, ik wil alle vrienden van de Paulusschool, Stevenenschool, die mij kennen, wil ik gedag zeggen. Oh. Familie, oom, neef, nicht, tante, Suriname, oom Kenneth, Rehanna, Patrick Heenaar. Overgrote deel van mijn familie is in Nederland, maar iedereen die in Suriname is en mij op enige manier kent, Rodney Lemmers van vroeger, Dolfijn, de groetjes iedereen, Sosolobby. Hey Rodney, Sosolobby, big up. En natuurlijk krijg je ook de groeten van alle mensen van de Vos, want je weet het was Dolfijn. Vos, en had je allemaal die plekken. Ja, man. Isabito, je kent die tijd nog. Ja, zeker, ja, zeker, door, zeker. Driehoekse, Nooi, Oase, Witte ja, Lotus, Alassa. Met Tijgi, man. Amy Brada, garantangi voor de tweede keer dat je deel hebt genomen. We zijn heel veel opgestoken. Keep it healthy. En Sosolobby vanuit, ja, man. Vanuit Oso, man. Aboom! Thank you very much. En succes ook met de uitzending. En jullie, wat jullie doen, vind ik super mooi om te horen. Yes, indeedy. Likewise. Ik zou zeggen tot ziens, tot bels. Bye bye. Brada, later. Ciao, ciao. Doei doei. SRS. En het was hier dus Rodney Lemmers. En als je hem kent, die zou je toch voor al de mensen van de Dolfijn. It's like I remember. In elk geval weer even een kleine break. Het woord van onze sponsoren en daarna een pokoe met inspiratie. Dit is Surinamers overal.